Nu we het daar toch over hebben, jij zegt ook New York. Ja, dat doe ik al mijn hele leven. Ja, dan willen mensen ook weten waar dat vandaan komt. Ik heb geen idee. Ik denk dat ik, zo heb ik het geleerd. New York. Hè? Je moet zeggen, New York? Ja, maar... New York? Ja. Ja, ik vind dat een beetje... Volgens mij zegt... Het is zo'n plek die je toch heel slordig gaat uitspreken. Het is onze uitspraak, New York. Wat zeg jij dan? Ja, maar je hoort meer de N-klank. Ja? New York. New York. Het Verlossen. Kunt u mij horen? De Trabant hebben wij de vorige keer gedaan. De Trabant, dat heerlijke autootje. Dat gereutel van de Trabant. Ja, ik had trouwens, er was nog een leuke reactie van iemand die dus naar het museum is gegaan dat jij adviseerde. In Zwickau. Oh, dan moet je wel net in de buurt zijn daar. Ik zal even kijken wat het zag het ergens. Theevoort Museum. Theevoort Museum, dat is weer een heel ander museum natuurlijk. Ja. Dat is in Detroit. Ja, en daar is iemand naartoe gegaan. En dat hebben ze ons laten weten. In Dearborn is het eigenlijk, geloof ik. Maar waar is nou die reactie nou? Ik ga die even opzoeken in ieder geval. Buiten, dat... Heel interessant museum is dat. Het is een museum wat door Ford gesticht is. Het is eigenlijk een museum van allerlei technische zaken. Een annex openluchtmuseum. Ja. Het is een gigantisch terrein. Maar je kunt er allerlei... Dat is de grootste locomotief ter wereld staat daar. Ja. En tegenover de grootste locomotief ter wereld staat de Rocket van Stevenson. Een prachtig geel locomotiefje, eigenlijk een van de eerste effectieve locomotieven. Ja, ik heb het gevonden. Zonder twijfel een van de beste autotechniekmusea welke ik heb bezocht, zegt deze persoon. Met name de opengewerkte productielijn van de Theevoort is indrukwekkend. Dank voor deze tip. Ja, hartstikke leuk museum. Er zijn ook hele vliegtuigen die daar aan het plafond hangen en zo. Hmm. En er wordt ook nog een museum aangeraden in Straatsburg. En waar onder andere in ieder geval een collectie Bugatti's te zien is. Ja, van die twee gekke broers. Ja, daar zou ik ook eens moeten gaan kijken. Ja, die twee broers die hadden... Het waren textielproducenten en die hadden de grootste Bugatti-collectie ter wereld. Maar die hadden ze vreselijk verwaarloosd. En toen gingen ze dood en... Nou, verder ken ik het verhaal niet. Ik ben wel benieuwd of dat de restanten van die collectie zijn. Ja. Je zou kunnen zeggen dat was zo'n beetje de grootste barn find, zoals dat zo treffend heet, uit de geschiedenis van de automobiel. Mm. Relatief onbekend museum, maar geeft de geschiedenis van de Franse automobielindustrie prachtig weer, wordt gezegd door diezelfde persoon. Dus, goed zo. Wat wil je aanstippen wat betreft de auto? We hebben de... Volkswagen gehad, hè? Althans. Zeker, we hebben de Theevoort nu gehad, we hebben de Volkswagen gehad. In het verlengde van de Volkswagen onvermijdelijk het Trabantje natuurlijk. Hè, het wanhopige gebaar van de Oost-Duitse regering om ook iets op dit terrein te doen. En nou ja, tenslotte zijn er toch ook 3 miljoen Trabanten geproduceerd. En wat je verder moet zeggen, er zat een motortje in, er zaten 4 wielen aan, het stuur functioneerde. Dat zo'n trekhendel om de versnelling te bedienen. Ja, het was een autootje. Ja, er was nog wat discussie. Niet veel zaaks, maar het was een autootje. Ja, er waren nog mensen die zeiden dat het wel roestte, zag ik ergens. Dus dat... Nou ja, dat had een metalen frame, dus dat roestte. Maar de bekleding, dus de beplating, zoals dat heet bij een auto, geloof ik, die kon niet roesten. Ja. Dus ja, wat we er nog bij moeten zeggen, kijk, dit zijn allemaal auto's die een belangrijke rol hebben gespeeld in de automobilisering van de samenleving waarin zij geproduceerd werden. En in Amerika is dat natuurlijk de Theevoort, daar is die explosie van automobilisering, heeft zich al voor de oorlog voorgedaan. Namelijk in het interbellum globaal, ergens tussen... Nou ja, de Theevoort wordt voor het eerst aan de lopende band geproduceerd in 1910. En in de jaren 20 en 30 vertoont Amerika altijd op allerlei punten al een enorme autodichtheid. De eerste, ik geloof dat in Californië in de jaren 30 al 1 auto op 9 personen was. Vinden wij tegenwoordig niks meer. Ik weet niet wat in Nederland is, ik geloof dat wij ook bij de 8 miljoen auto's hebben. Dus het is bij ons een beetje 1 op 2. Maar dat komt bij ons in Europa, is dat pas na de Tweede Wereldoorlog. Neem Nederland, kan iedereen getuigen die een beetje oud is, zoals ik. De echte automobilisering van Nederland is natuurlijk van na 1960. Hè? Dat zo'n beetje. En in die allereerste fase,
doet zich een verschijnsel voor wat zich later nooit meer voordoet. Namelijk dat er geen tweedehands markt is. Want eerst moeten er een heleboel auto's gemaakt worden voordat je een tweedehands markt krijgt. Dat kan iedereen op zijn vingers natellen. Je ziet dat nu bij de elektrische auto's, hè? Daar is dat niet. Ja, daar zie je ook dat heel moeizame tweedehands markt tot stand komt. Bovendien hebben we die hele markt verstoord door allerlei halfgare subsidies uit te keren op die elektrische auto's. Ik weet niet of dat een erg verstandig beleid geweest is, maar goed. Dus dat werkt ook weer marktverstorend. En ook dus de eerst moet je een enorme hoeveelheid auto's hebben voordat er een tweedehandsmarkt ontstaat. In Nederland bijvoorbeeld is de tweedehandsmarkt veel belangrijker dan de markt voor nieuwe auto's. Ik weet niet of las ik laatst niet dat er al miljoen auto's tweedehands auto's verkocht waren dit jaar. Tijdens COVID kwam dat jaar. Ja, een indrukwekkend aantal in feite. Hè? Dus je bent natuurlijk ook in Nederland een onbeschrijfelijke oliebol als je een nieuwe auto koopt. Ja. De enige nieuwe auto's die verkocht worden zijn leaseauto's. Mm. Dus dat is een heel ander circuit in feite. En dan kun je bij die maatschappijen die het waard na 3 jaar geloof ik stopt. Komt er altijd een nieuwe leaseauto. Ik herinner me dat van mijn echtgenote. Ding was nog prima, niks mis mee. Je kon er nog 200.000 kilometer mee rijden. Maar nee, genadeloos kwam er een nieuwe. Van verspilling gesproken, waar was dat in godsnaam goed voor? Ik heb er nooit iets van begrepen. Zoals ik van allerlei dingen niet veel begrijp. De tweedehandsmarkt. Dus dan ontstaat het tweedehandsmarkt. En dan zie je ook vaak dat het, laten we zeggen, het enorme aanvankelijke succes van die auto's waar we het over gehad hebben, dat afvlakt. Want dan kunnen ze ook tweedehands een ander autootje kopen. Ja. Ja, iedereen kent natuurlijk het verhaal, je koopt een nieuwe auto, je rijdt de garage uit, bij de hek van de garage denk je, ik heb toch spijt, ik had dat kleren ding nooit moeten kopen, ik heb me om laten lullen, weet je wat, ik zet hem in de achteruit, ik rijd zo achteruit de garage weer in, en dan weet je, ze willen hem best hebben, maar voor 5.000 euro minder, zo werkt het ongeveer. Meestal in de meeste auto's, daar is, kun je toch zeggen, na 3 jaar is de helft van de nieuwprijs is eraf. Dat is gek, want de meeste auto's van tegenwoordig zijn kwalitatief relatief hoogwaardige producten. Wat zal de modale Nederlander gereden hebben na 3 jaar? Op zijn best rond de 50.000 kilometer of zo. Ik weet het niet precies, maar goed, dat kunnen de luisteraars vandaag zelf even gaan onderzoeken natuurlijk. Op de Wikipedia vanzelfsprekend. En dan kost een auto die dus eigenlijk net begonnen is aan zijn rijcarrière, die kost nog maar de helft van de prijs. Of een klein beetje meer misschien dan de helft van de prijs. Dat is natuurlijk een hele wonderlijke zaak, die ontwaarding van die auto's. Want een auto, een moderne auto die 50.000 kilometer heeft gereden, nou ja, die kan in principe nog moeiteloos 200.000 kilometer erbij rijden. En als jij dat ding goed onderhoudt en je ververst de olie op tijd en nou ja, maar die kleinigheden niet waar, als je dat goed uitvoert, dan kan dat ding heel erg lang mee. En als je een diesel hebt, dan kan hij nog veel langer mee. Ja, de diesel is uit de mode geraakt vanwege de Schumel software, maar eigenlijk is dat een hele wonderlijke ontwikkeling. Omdat je natuurlijk met dat blauwe spul, hè, dat met die BlueTech technologie, kun je een diesel in feite betrekkelijk schoonmaken. Kortom, de tweedehandsmarkt, die had ik nog niet vermeld eigenlijk in het verhaal. Dan moeten we nu overstappen naar Frankrijk. Ja. Onvermijdelijkerwijs. En naar wat misschien wel de meest curieuze auto is die ooit in grote series is vervaardigd. Namelijk de Deux Chevaux. Waarom heet dat ding Deux Chevaux? Dat heet dus Deux Chevaux Vapeur eigenlijk. Dat is een Franse belastingcategorie. Hoe kleiner het motortje, hoe geringer de belasting in Frankrijk. Met als gevolg dat eigenlijk alle Franse auto's altijd ondergemotoriseerd zijn geweest. Want iedereen probeerde er een zo klein mogelijk motortje in te krijgen, zonder dat het ding zeg maar dysfunctioneel werd. Wat was de gedachte daarachter? Ja, iemand heeft ooit het idee gehad om motoren te belasten naar hun inhoud en vermogen. En tegenwoordig denk ik nog wel eens, zou dat ook nu niet weer een aardig idee zijn. Daarvoor moet je gewoon een weekje in Duitsland rijden, daar heb ik het al over gehad. En dan denk je bij jezelf, dit is een misstand, hier is iets grondig mis. Dit land heeft een betrekkelijk kleine groep van psychopaten in staat gesteld
om onverantwoordelijk hard te rijden. En je weet zelf, als je autobladen leest, dat natuurlijk gigantische pk-hoeveelheden, dat voor de autojournalist een hoogst aantrekkelijke zaak is. Hè. Ja, rokende banden en zo. Nee, daar wordt dan met bewondering over geschreven. Maar ja, je kunt zo'n Audi A7 kopen met 400 pk. Dat is totale waanzin. Je kunt niks met dat ding. Dat is natuurlijk de gekkigheid ervan. Maar dat is heel normaal. Hè? In dure Duitse auto's zijn honderden pk's eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het is natuurlijk wel een grote land. Dat is een interessante redenering, dat hoe groter het land, hoe groter het vermogen van de automotoren. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het afleggen van grote afstanden, dat je daar grote hoeveelheden pk's voor nodig hebt. Want zelfs voor die hardrijders, ik kan je verzekeren dat elke 2 liter diesel van tegenwoordig, dat die over de 200 loopt. Zonder enig probleem. Daar heb je echt geen turbo 6-cilinder voor nodig hoor. Echt niet. Nee, dat is een misvatting. Hè. Het komt iets langzamer op gang. Maar tenslotte rijdt die moeiteloos 200. En zeker al die Duitse diesels. Hè. Die bovendien frappant zuinig zijn, kan ik je zeggen. Zo'n taxidiesel rijdt zonder al te grote problemen 1 op 24. Ja, dat is wat. Dat is heel indrukwekkend. En we dwalen af. De Deux-Chevaux. Want dat is toch wel een bijzonder origineel product. En nu we het toch over het motortje hebben. De oorspronkelijke Deux-Chevaux had een motortje van 375 cc en ik meen 9 pk. En dat, nou ja, daar kun je ook een auto met. De maximumsnelheid is dan natuurlijk gelimiteerd. Die was denk ik een kilometer of 60, 70. Maar ook de T-Ford reed niet zo verschrikkelijk hard. He, dat je hard zou moeten rijden is een beetje een misvatting. Al moet gezegd worden dat bij de Volkswagen dat. Die eis toch was dat hij 100 kilometer op de autobanen zou moeten kunnen rijden. Wie bepaalde dat? Hitler vond dat een goed uitgangspunt. Ik nogmaals bij de VW, altijd als je denkt, wie zit daarachter? Adolf Hitler. Maar hoe kwam hij daarbij? Als je een kevertje ziet rijden, moet je denken, hey, dan heb je Adolf. Ja, het is heel gek, maar ik heb het vaak genoeg gezegd. Het Volkswagen-concern is het grootste levende monument voor het Derde Rijk. Het is niet anders. Dat horen ze zelf natuurlijk niet zo graag, dat begrijp je ook wel. Nee, maar het is wel zo. Hoe kwam die bij die 100 km per uur? We hadden een redelijke maat, denk ik. Je kunt dat even uitrekenen, hoeveel pk je daarvoor nodig hebt, niet zoveel. Ik denk dat de oorspronkelijke VW-motor pk 25 of zo leverde, dat zal niet veel meer geweest zijn. En daar kun je dat redelijk mee doen, 4 personen erin. Je las ook voor de VW, voor de Kever, dat 4 personen er comfortabel in vervoerd moesten worden. Nou, ik moet je zeggen, als je ooit in zo'n ding gezeten hebt, dan zijn het 4 dwergen waarschijnlijk geweest die daar comfortabel in kunnen zitten. Want doodnormale gemiddelde, Nederlanders van gemiddelde lengte zitten niet 4 man comfortabel in een Kever, kan ik je verzekeren. Waarschijnlijk comfortabeler in een eend. Maar nu schakelen we dus over naar Frankrijk. We zitten halverwege de jaren 30. En de Citroën-fabrieken zijn net failliet gegaan. En dat komt eigenlijk omdat de ontwikkelingskosten en de aanloopkosten van het nieuwste model, Citroën, hoe heet dat ding nou, met die voorwielaandrijving, kom er zo op. Dat de bekende klassieke Citroën, je kent dat ding wel, meestal in zwart, fantastische auto. Dat ik daar nou weer niet op kan komen, dat is toch wel een vorm van dementie in feite. Vaak als je daar aan gaat denken, dan kom je er niet op. Dus je nee, moet precies, je moet ik moet even wachten en dan kom ik er zo vanzelf op. Zo gaat dat altijd in principe. Dit is een van die raadselachtige momenten waarop je weet dat je het weet, maar je kunt het juiste laadje waar het antwoord ligt. He? De traction avant, zie je? Laadje, antwoord, trek het laadje, de traction avant. De fameuze traction avant. Ontworpen door een ingenieur, Lefebvre geheten, die afkomstig was van een van de meest merkwaardige Franse automerken ooit, Voisin, gespeld V-O-I-S-I-N. En Voisin was van oorsprong een vliegtuigbouwer, maar natuurlijk nadat de Eerste Wereldoorlog was afgelopen, was er een stuk minder interesse in vliegtuigen, dus toen is hij auto's gaan bouwen.
En die Voisin die had, die heeft niet stand hoogst originele auto's voortgebracht, moet je zeggen. En bovendien heeft hij ook in de jaren 30 een auto voortgebracht die in mijn ogen de allermooiste en wonderlijkste auto is die ooit is geproduceerd. En dat is ook een Voisin, die heet Aerodyne. A-E-D-Y-N-E. Een fantastische auto. Je houdt het niet voor mogelijk. Zelfs de bekleding is een wonder van schoonheid. Ziet er ook heel wonderlijk uit. Ik geloof dat er in totaal pak een beetje 12 gebouwd zijn of zo. Ze zullen nu op een veiling doen ze miljoenen, miljoenen en miljoenen. Maar het is dat een auto er zo uit kan zien is een wonder eigenlijk. Ik denk vaak dat eigenlijk de allermooiste auto's die ooit gebouwd zijn, die dateren vrijwel allemaal uit de jaren 30. Misschien met uitzondering van de DS. Ook een ontwerp overigens van de genoemde Lefebvre. Lefebvre was ook de ontwerper van die Traction Avant. Maar die Traction Avant, een hele bijzondere auto in allerlei opzichten, dat had eigenlijk aan Citroën de kop gekost. Het bedrijf was failliet gegaan. En het bedrijf was overgenomen door de bandenfabrikant Michelin. En die Michelin installeerde daar een nieuwe directeur bij Citroën. Genaamd Boulanger. En die liet een onderzoekje houden naar behoefte aan welke soort van auto's behoeften zouden zijn. En dat kwam al heel snel uitrollen dat die Traction Avant toch nogal aan de dure kant was. Zeker in de jaren 30, de crisisjaren natuurlijk. En dat er alle ruimte in de markt was voor een heel goedkoop, laten we zeggen, een startautootje. Een beetje weer de kever. Nou ja, daar zijn we weer op het klassieke chapiter. Een startautootje. En dus Boulanger geeft aan zijn ontwerpstaf de opdracht om een startautootje te bouwen. Onder de naam TPV, Toute Petite Voiture. Een zo klein mogelijke auto. De eisen zijn eigenlijk wereldberoemd. Hij was vooral bestemd voor de agrarische bevolking in Frankrijk, die natuurlijk nog zeer omvangrijk was. Afgezien van de route nationaal had Frankrijk een erbarmelijk wegennet, dus het zat vol met kuilen en het was niet versterkt, enzovoort, enzovoort. Dus de opdracht was om een autootje te bouwen, waarin Boulanger, die een vrij lange postuur had, met een hoed op achterin comfortabel zou kunnen zitten. Maar tegelijkertijd moest dat autootje ook geschikt zijn om een mand met eieren, die een boer naar de markt bracht, naar de markt te krijgen over abominabele wegen, zonder dat er één eitje zou breken. Het was in allerlei opzichten, zoals ook vaak gezegd is, een soort rijdende paraplu. Het was een vederlicht wagentje, waarvan uitzonderlijk origineel ontwerp. En dat bleek uit de wonderlijke, zeer soepele vering. Iedereen die ooit de Deux Chevaux heeft gezien, die denkt hij valt om. Nu is het gebeurd, hij valt om. Maar dat kan niet, hij kan niet omvallen. De richtingstabiliteit is uitzonderlijk. Zit maar een heel klein motortje, het is voorwielaandrijving. Het motortje zit nog voor de voorwassen in principe. Dus wat de kever ontbreekt, namelijk richtingstabiliteit. De kever is extreem windgevoelig. Dat is nou juist bij de eend niet het geval. Dat we zeggen, als het hard waait, voel je de carrosserie waait als het ware heen en weer op de wielen. Maar de stabiliteit, de richtingstabiliteit wordt niet aangetast. Bovendien hadden ze een enorm intelligent systeem ontworpen om de voorviering te verbinden met de achtervering. Zodat de achtervering eigenlijk van de voorviering een waarschuwing krijgt als er een kou komt, bij wijze van spreken. Wat tegenwoordig alleen nog maar hele dure auto's hebben, een zodanig systeem. Als je tenslotte is er een prototype klaar. Als je dat ding ziet, dat is wel vrij wonderlijk, want hij had geen startmotor. Dus de slinger steekt vastgemaakt uit de voorkant van de auto. Je moest hem aanslingeren. Hij had maar één koplamp die excentrisch geplaatst was. Aan de linkerkant, als ik het me goed herinner. Hij was, als je die deurtjes ziet, dan denk je nou, als je dat één keer open en dicht doet, dan valt hij er gewoon weer uit. Hij had natuurlijk zo dat rare linnen dak, hè, van de vooruit helemaal tot aan de achterkant. Het was een wonderbaarlijk voertuigje, dat kun je wel rustig zeggen. Want daar is een voorserie van geproduceerd. Hij had toen,
de voorserie, had ook een tweecilinder motortje, maar watergekoeld. Later is het luchtgekoeld geworden. En van die voorserie zijn er, ik weet niet, zeg eens wat, 100 exemplaren gebouwd of zo. En de bedoeling was om dit wonderbaarlijke autootje, de Tout Petit Fortune, om dat te lanceren op de Parijse autotentoonstelling van 1939. Maar ja, je voelt het al aankomen. De oorlog breekt uit. Het is duidelijk dat de Tout Petit Fortune niet op korte termijn zal worden geproduceerd. En Boulanger laat de hele voorserie vernietigen. Maar een deel ervan is zo goed verstopt dat 3 van die prototypes na de oorlog weer opgedoken zijn. En daar staan wel curieuze foto's van. En je moet zeggen dat het prototype van de TPV nog veel gekker oogde dan, laten we zeggen, de definitieve eend die na de oorlog tot stand komt. Want dat is wel van belang om te weten. Dus de voorserie werd vernietigd. Nou ja, Frankrijk is in 1944 natuurlijk bevrijd van de Duitsers. En dan beginnen ze eigenlijk overnieuw. Wel een Tout Petit Fortune, maar het zit toch die nieuwe eend, om even zeggen. Ja, de eend is een bijnaam die dat ding pas veel en veel later heeft gekregen. Hè? Lelijke eendje, nou, we zullen zo zien waarom dat deels het geval was. Dat ze maken eigenlijk een totaal nieuw ontwerp. In het oude ontwerp waren allerlei lichtmetalen verwerkt, waar je toch moet zeggen, ja, was dat nou praktisch? Ik geloof zelfs dat de prototypes enige tijd mica-ramen hadden, zonder dat ze eraan gedacht hadden dat mica nogal brandbaar is, als ik het me goed herinner. Dus nu wordt er een nieuw ontwerp gemaakt. De basisstructuur blijft hetzelfde, maar het krijgt een normale metalen carrosserie, een beetje geribbeld om de zaken te versterken. En er komt nu een luchtgekoeld motortje van 375 cc, 9 pk. En dat hele ding, dat wordt gelanceerd op de autotentoonstelling in Parijs in, ik meen in 1947. En nou ja, de automobielpers zoals gewoonlijk. Er zijn maar weinig instituties zo aardsconservatief als de automobielpers. Van elke nieuwe auto, daar wordt om gelachen. Dat wordt niks. Nou, denk aan de Tesla. Dat is zeker voor de dolfijnen. Dat kan nooit iets worden. Dat is ook wat kan daarna elektrisch. Allemaal waardeloos. Nou ja, kortom, ze zien nooit de bui hangen. Daar komt het op neer. Ze zijn altijd bezig om achterwaarts de bui in te rijden. Om het maar even zo te formuleren. Ja, dus de automobielpers kraakt dat ding, een waardeloze auto. Wie wil nou in een auto zitten die zo de idioot eruit ziet? Bovendien werd die alleen geleverd in muisgrijs. Je kon maar 1 kleur krijgen. Het is hetzelfde gerucht wat ooit over de T-Ford ging. Maar de eend is tot in de jaren 50 alleen leverbaar geweest in muisgrijs. En ik moet zeggen, ik heb het altijd zeer betreurd dat ze met dat principe hebben gebroken. Want dan krijg je toch al gauw leuke kleurtjes en nieuwe kleurtjes en zo. Dat doet er allemaal niks toe natuurlijk. Als je per se een zo simpel, goedkoop mogelijke auto wil hebben, nou, dat was de eend in principe. Nou ja, de soepele viering van de eend kent iedereen. Die fantastische stoeltjes die erin zaten, weet je wel. Het ziet er niet uit werkelijk. Het hing met een soort wonderlijke koordjes aan elkaar met kleine viertjes. Maar het zat fantastisch. Je kon ze er zo uithalen. Je kon dat dak open doen. Je zag ook altijd advertenties dat ze een staande klok vervoerden en dat soort van dingen. En ja, heel anders dan de automobielpers die er niks in zag. Het publiek vond het fantastisch. Hij werd in enorme aantallen werd hij besteld. En aanvankelijk hadden ze helemaal de productiecapaciteit niet om de bestelde eenden af te leveren. Er kwam ook een bestel-eend, nu ik toch het woord bestel heb gebruikt, een bestel-eend. Een fantastisch autootje ook weer. He, hartstikke leuk om te zien. Lees dat enorme leuke avontuur van Robidoux en Kwabbenoot in Afrika. Die rij je ook met een bestel-eend door Afrika. Het heeft altijd enorm op mijn fantasie gewerkt. Ik heb ook gedacht van gewoon bestel-eend, dat is eigenlijk dat is namelijk nog utilitairder dan een gewone eend. Hè? Kun jij de bestelde eend voor de geest halen met zo'n... Ja. Ja, precies. Ja. Hè? De AK, zus en zo. Mijn broer heeft er jarenlang een gehad. Heeft nog steeds spijt geloof dat hij hem verkocht heeft. Dus de eend wordt een gigantisch succes. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. In allerlei vormen en maten. Ergens in de jaren 60, 70 denkt Citroën, we moeten
We moeten dat ding moderniseren. Dan komt de Diane. En je krijgt ook de AMI. Ik zelf heb jarenlang in een AMI gereden. Ook een soort eendachtige, maar dan iets groter en iets luxueuzer uitgevoerd. Maar met hetzelfde mini-motortje. Zo'n motorkap die je open doet. En dat je denkt van, waar zit dat motortje precies? Ja. Het is zo'n piepklein motor. Nou ja, enzovoort. Dus ik denk dat er van de eend tot de... Zo'n, als je alle versies bij elkaar rekent, de Diane, de AMI, de bestel eend enzovoort enzovoort, zullen er toch ook zo'n 7 miljoen geproduceerd zijn. Zoiets dergelijks in ieder geval. Er is zelfs ooit een speciale Sahara eend ontworpen. Die had een motor voorin en een motor achterin. Dus hetzelfde motortje dreef ook nog de achterwiel, dus met twee motoren. Die schijnen in goede conditie €100.000 waard te zijn. Ik heb hem laatst eens zien staan. Ja, als je hem zo ziet staan, denk je een heel gewone eend. Ja. Maar hij heeft achterin ook nog een motortje. Hmm. Sowieso natuurlijk door de enorme flexibiliteit van die viering was het eigenlijk een ideale terreinauto. En omdat hij niks woog. Dus je ziet natuurlijk wel eens hele zware terreinauto's. We hebben het al gehad over die kubelwagen en de Amerikaanse Jeep. De kubelwagen woog 400 kilo minder dan de Amerikaanse Jeep en was daarom, ondanks het feit dat hij geen vierwielaandrijving had, wellicht de betere terreinauto dan de Amerikaanse Jeep, die toch weer een ton woog. Dat is geen kattenpis. Nee. Ja, dat is de geschiedenis van de eend, van het tout petit fortuur. En eigenlijk heeft hij ook nog een soort van nageschiedenis. Want de grootste concurrent van de eend in de jaren 40 en 50 was de Renault Quatre. Dat was eigenlijk een soort Frans Volkswagentje. Ferdinand Porsche was ook betrokken geweest bij het ontwerp. Overigens heeft iemand even tussendoor, iemand zegt je moet Porsche zeggen, want het is Duits. Oh ja? Dat kwam ook nog binnen. Oh. Ik geef hem even mee, maar dat was er ja, dat, ik ben te oud om daar nog aan te wennen. Dus het blijft bij mij gewoon Porsche. Porsche, ik weet niet, zeggen Duitsers dat? Ja, Bas van Werven, die ook het totale autoliefhebber, heeft me dat ook een keer gezegd. Die corrigeerde mij ook, die zei Porsche, zei hij. Ah, ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben er weer zo eigenwijs dat ik denk, je kunt de pot op. Steek hem in je reet, die lijkt zei. Ja. Volgens mij zei de familie dat niet, maar dat weet ik helemaal niet of dat... Het is een beetje net als Roosevelt, hè? Ja. Want ja, je zou zeggen, het is toch Roosevelt, R-O-O-S, Roosevelt. Ja. Maar de familie zei Roosevelt. Ja, nu we het daar toch over hebben, jij zegt ook New York. Ja, dat doe ik al mijn hele leven. Ja, dan willen mensen ook weten waar dat vandaan komt. Ik heb geen idee. Ik denk dat ik... Zo heb ik het geleerd. New York. Hè? Je moet zeggen, New York? Ja, maar... New York? Ja. Ja, ik vind het een beetje... Volgens mij zegt... Het is zo'n plek die je toch heel slordig gaat uitspreken. Het is onze uitspraak, New York. Wat zeg jij dan? Ja, maar je hoort meer de N-klank. Ja? New York. New York. Oh. Nou ja, ik nogmaals, ik ben te oud om nog te leren. Dus ik maar mensen het. Dachten, misschien zit daar een bepaalde gedachte achter van de geschiedenis. Dat je dan een andere uitspraak erop nahoudt. Er zit geen enkele gedachte achter. Oké, maar je zegt wel New Jersey. New Jersey, ja. Ja, daar is het wel meer met een N. Ja, ik denk toch dat het te maken heeft met het probleem van de uitspraak van de N van het nieuwe. Ja. En de Y van York. Zoiets zou moet kunnen. Het zijn. Ja. Overigens New ben je Jersey niet... is simpeler. Ja. En zeg je Olympisch of Olympische Spelen? Ik zeg Olympische Spelen. Oké. Maar ja, ik zeg ook Parijs en niet Paris. Hè? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. Ja. Het heeft zich zo gevormd. Ja, ik ben op dat punt van New York ben ik al 100 keer gecorrigeerd. En kennelijk zit het zo diep in mijn hoofd dat het zo is en ik laat het gewoon zo. Nee, precies. Maar dat was ik heb meer... wel de indruk dat niemand denkt dat ik dan eigenlijk binnenkom bedoel. Nee. Of Stadskanaal. Of Stadskanaal bijvoorbeeld, ja. Een hele passende naamgeving over. Het is namelijk een stad langs een kanaal. Ja. En wat is een kanaal? Een gegraven waterloop. En dat had natuurlijk te maken met de ontvening van dat deel van Drenthe en Groningen. We waren bezig met om nog de wonderlijke nageschiedenis van de eend. Want dus zoals gezegd, de concurrent van de eend in de jaren 40, 50, dat was de Renault Quatre.
een schat van een autootje om te zien overigens. Nou, waar ook verder dan Porsche, ja, hier nou begin ik. En dan zijn mijn hersenen helemaal in de war geraakt natuurlijk. Waar Ferdinand Porsche de hand in had gehad, want die is 2 jaar lang eigenlijk door de Fransen min of meer gevangen genomen. En die heeft toen ook de hand gehad in die ontwerp van die katter. Daar zat het motortje, overigens een betrekkelijk stil 4-cilinder watergekoeld motortje achterin. Die werd opgevolgd door de Dauphine. Mijn moeders eerste auto was een Dauphine. Ja, het heeft nu geen zin meer in feite, maar wat een waardeloze klote auto was dat. Dat was echt een rotding. Ik kan het niet anders zeggen. Maar dat rotding, daar heeft Renault iets van geleerd. Dat ze er eigenlijk op een verkeerde weg bezig waren met al die achteren, met al die auto's die een motortje achterin hadden. En die hebben ze in die katter hebben ze de productie van gestopt. En in 1962 is Renault met de Renault 4 op de markt gekomen. En eigenlijk is de Renault 4 in allerlei opzichten een iets verbeterde eend. Het is eigenlijk hetzelfde idee. Een hele soepele verkeervering die overigens veel simpeler in elkaar stak dan die van de eend. Het heeft een opklapbare vijfde deur waar de Citroën nooit aan heeft gewild. Hartstikke stom in feite. Het heeft een watergekoeld motortje waardoor die toch iets minder lawaai maakte. Maar dat moet je niet overdrijven. Mijn moeder heeft ooit een spiksplinter nieuwe Renault 4 gekocht, moet je je voorstellen. Voor toen de tijd, ik dacht 4200 gulden. Dus dat zou nu, ja, het is natuurlijk een beetje een omrekening die ik langzamerhand nergens meer op slaat. Maar het zou dus 2100 euro zijn geweest. Moet je je voorstellen dat je een volwassen auto kunt krijgen voor 2100 euro. Die Renault 4 was een fantastisch autootje. Het simpele kan het niet, het was ook al een beetje bij de eens zo. En nog steeds heb ik een week hart voor simpele auto's. Dus er schuilt iets geniaals in het zo simpel mogelijk maken van een auto. De Kever is eigenlijk al een relatief ingewikkelde auto. En als je ziet hoeveel hele eenvoudige, maar hele effectieve oplossingen bijvoorbeeld in de Renault 4 zijn gestoken, dan is het in sommige opzichten minstens even bewonderenswaardige auto's als de eend. Maar de eend had meer charisma, dat moet je zeggen. He, want wat ik zei nog, de Citroën dacht, we vervangen hem door de Diane, maar de echte eendkopers wilden alleen maar een echte eend hebben. He. De eend was ook een soort religie. Vooral voor jonge intellectuelen die dan afstudeerden in de jaren 60 en ja, ging je geld verdienen, arbeidsmarkt, dus baan krijgen was helemaal geen probleem. En dan zat je natuurlijk met het probleem dat je eigenlijk tegen auto's was, want dat was kapitalistisch, maar ja, dat je toch wel verdomd graag een auto wilde hebben. Ja. Nou, daar was de eend de ideale oplossing voor, namelijk een auto waarvan je zelf wijs kon maken dat het eigenlijk geen auto was. Het was eigenlijk het was zo'n gek ding dat het. Je kon het niet als een auto. Je kon dus eigenlijk zondeloos in een eend rijden. Niet waar die toch verder heel effectief was als auto. Maar je hoefde niet te denken, ik kan dat eigenlijk niet maken. Ja. Ik weet wel dat ik. Ik neem even een slokje. Ik weet wel dat ik op een goed moment mijn AMI 8 die had de geest gegeven. Ik zal nou verder niet uitleggen hoe dat zo was gekomen. En toen heb ik tweedehands een Renault 16 TS gekocht. Overigens, als je even nadenkt hoe een Renault 16 in elkaar zat, zul je zien dat dat eigenlijk ook een soort reuze eend was, maar nu betrekkelijk snel, comfortabel, geruisloos, met ook weer een aantal hele originele ideeën. Ook met dit was de eerste betrekkelijk grote auto met een opklapbare achterdeur. En ik weet wel dat veel van mijn kennissen toch wel vonden dat het wel heel zondig was dat ik in zo'n patserige auto was gaan rijden. Dat kon eigenlijk absoluut niet. Terwijl die notabene donkergroen was. Ik had hem tweedehands gekocht. Maar ik herinner mij nog, ik had dat ding net. En ik had natuurlijk 2 jaar had ik in zo'n AMI gereden. Wat ook weer een ongelooflijke teringherrie was dat. Ik heb een jaar in Duitsland gewoond. En we reden vrij regelmatig met dat ding op en neer tussen Utrecht en Mainz. En het was zo, als je dan onderweg conversatie had, was het natuurlijk het lawaai van het motortje moest overstemd worden.
Dus dat betekende dat je eigenlijk de hele rit ongeveer zo had zitten praten. Met als gevolg, als je eenmaal thuis was, dat je het eerste half uur ook... Oh nee, Jezus, we zitten nu... Ja, wonderlijk eigenlijk. Hè? Wat grappig. Ja, nee, net als mijn familie. Mijn opa en oma aan vaders kant. Mijn oma was namelijk zo doof als een kwartel. Met als gevolg dat de hele familie altijd op schreeuwhoogte... met mijn oma moest converseren. Dus die familie Wolsum maakte eigenlijk op buitenstaanders vaak de indruk knettergek te zijn. Omdat ze altijd met stemverheffing moesten spreken om mijn oma überhaupt te kunnen bereiken. Die natuurlijk weer niet aan een gehoorapparaat wilde. Zijn eigenwijs is de nacht, mogen we wel zeggen. Mijn Engelstalige oma is dat. Ze heeft ook nooit Nederlands willen leren. Ze begreep het wel, maar ze wou het niet leren. Ik heb me altijd afgevraagd of ze zich ooit heeft laten naturaliseren. Ze heeft wel de hele oorlog gedacht dat ze als Engelse waarschijnlijk opgepakt zou worden door de Duitsers. Ja, ze heeft in vrees geleefd gedurende die jaren. Hoe waren we daarop gekomen? Ja, dat was die Renault 16. Je hebt toch niet verteld waar die lelijke eendterm vandaan komt? Of het eendterm? Ja, dat al heel snel werd dat ding beschouwd als een zo ongelooflijk raar en lelijk autootje. Dat het eerst de lelijke eend was. Hè? Met als achtergrond het bekende sprookje over het lelijke eendje natuurlijk. Wat een zwaan blijkt te zijn. En ik denk dat dit in dit geval ook het sprookje heel toepasselijk is. Want de lelijke eend, waar enorm om gelachen is op die tentoonstelling in 1947, wat een idioot ding en dat wordt niks. En, nou, en het is een groot succes geworden. En nogmaals, als je even nadenkt, zul je zien dat de Renault 4 eigenlijk een verbeterde eend is. En dat bijvoorbeeld de Renault 16 eigenlijk zo'n beetje het eindpunt is wat je met deze betrekkelijk simpele technologie kunt bereiken. De Renault 4 zat veel simpeler in elkaar. Met als gevolg dat ik denk dat Renault veel meer geld verdiend heeft aan de productie van overigens 8 miljoen Renault 4's. Dan Citroën ooit verdiend heeft met de productie van al de verschillende eendderivaten, zal ik maar zeggen. Maar ook hier heb je dus weer een auto die in principe beantwoordde aan de eis het simpelste van het simpelste voor een relatief klein bedrag. En die heeft, laten we zeggen, Frankrijk op de wielen gezet, om het zo maar te zeggen. Ja, op een gegeven moment was het succes voorbij. Hè? Toen hebben ze hem uitproductie. Ja, en dat is op zichzelf, daarbij kunnen we natuurlijk, die generalisatie geldt eigenlijk voor alle door ons tot op heden besproken auto's. Of het nu de T-Ford is, of de Kever, of de Eend. Ze zijn allemaal veel te lang in productie gehouden. Met als gevolg dat Ford grote problemen heeft gehad in de... eind jaren 20, hè, zijn er 15 miljoen T-Fords geproduceerd. En dan moet hij overschakelen op de A-Ford. Hij zelf vond dat onzin. Hij zelf vond die T-Ford prima. Wat was er eigenlijk aan mis? Je kon er 70 km per uur mee rijden. Je kon er 1001 verschillende variaties kon je kopen. Maar goed, met name zijn zoon Edsel, die jong gestorven is, die zei, pa, je moet echt een nieuw type, dat is de A-Ford, dat wordt overigens ook een groot succes. Maar feit is dat Ford had veel eerder, waarschijnlijk al ergens halverwege de jaren 20 of nog eerder, over moeten schakelen op een nieuw type. De Kever, nou ja, het heeft geen haar gescheeld of Volkswagen was blijvend failliet gegaan. Aan het doorproduceren van de Kever en bovendien aan de ingrijpende misvatting om de Kever op te laten volgen door een soort supergrote kevers, hele grote kevers. Ja, dat een beetje klinkt een beetje, ja, je ziet zo'n rampenfilm, weet je wel, waar de kevers zo groot als een huis worden. Of de spinnen zo groot als een huis worden. Hè? Dat soort van dingen. Want overigens, laat ik het even zeggen, zowel kevers als spinnen hebben een extern skelet. Hè? Hebben niet zoals wij een binnenskelet, maar hebben een buitenskelet. En dat buitenskelet, dat stelt hele uitgesproken beperkingen aan de grootte van het dier wat een buitenskelet heeft. Ja, je hebt wat hele grote toren, maar dat is eigenlijk alleen in tropische landen. Hey, ik schrik me toch een ongeluk. Ben jij dat of ben ik dat? Ja, volgens mij was ik dat. Ik kreeg een schok in het hart. Ja, ik heb niks. Jij niet? Dit was een sms'je wat je kreeg, geen WhatsAppje. Ja, ik had ook dat je dat horen kunt. Ja, dat kun je aan het geluidje horen. Dit was een sms. Ik ga hem toch even uitzetten. Of een iMessage. Even uitzetten, zo.
Want je schrikt er toch van. Hè? Je denkt, wat maakt mijn hart een raar geluid. Ja. Maar dat is dus een... Oké, waar waren we gebleven? Ja, de Renault 4. De grote, ja, Renault 4, ja. De Renault 4. Daarvan zijn 8 miljoen geproduceerd. Die is eigenlijk niet, die heeft niet die fout gemaakt te lang geproduceerd te worden, bij mijn weten. Maar dus de neiging is om die heel succesvolle, om laten we zeggen, die iconische auto's te lang in productie te houden. Je moet er eerder, de autotechniek gaat toch in een zodanige snelheid dat je echt wel 10, 15 jaar dat is te doen. Zeker als je het een beetje aanpast, her en der. Maar dan is het meestal ook wel klaar. Als je denkt dat het de VW ontworpen was in 34. Ja, dan is het natuurlijk dat ding ook in... we weten, hij is geproduceerd tot 2003. Of 2001, dat weet ik dan even niet uit het hoofd. In Mexico, dus hij is in feite... Dat is eigenlijk volstrekt absurd. En als je even de ontwerptijd en zo erbij rekent... Dan is die 67 jaar geproduceerd. Of nou eigenlijk niet geproduceerd, maar dan was het ontwerp in ieder geval 67 jaar oud. Ik verlang nog steeds, ik weet niet of het mogelijk is, maar ik heb begrepen dat, je weet, het kleinste segment van de automarkt, dat heet het A-segment. Dat zijn dus autootjes zoals de Citroën C1, de Toyota Aygo, die overigens allemaal in dezelfde fabriek worden gemaakt. Hè. Dat is eigenlijk in feite een Toyota ontwerp. Met een Subaru motortje, geloof ik. En wat ook als Peugeot en als Citroën verkocht wordt. Dus dat heeft de grote voordelen. Want dan kun je eigenlijk je kunt een Citroën van Peugeot kopen die de soliditeit van een Toyota hebben. En dat maakt nogal wel verschil. In dat A-segment wordt weinig geld verdiend. Want dat is heel anders dan iedereen het zou denken, maar... De auto's waar verreweg het meeste geld aan wordt verdiend, zijn auto's die zo'n status hebben dat het de kopers van die auto's geen zak kan schelen hoe duur ze eigenlijk zijn. Dus dat is de Ferrari-koper, de Lamborghini-koper. Dat zijn allemaal auto's waar, daar maken ze ook al een heel handig gebruik van, de producent. Die bouwen dan een zogenaamde beperkte serie, hè? En worden er maar 500 gemaakt. Dus dan kun je nog eens een keer een paar ton aan de prijs toevoegen. He, want ze hebben een hoge zeldzaamheidswaarde, zal ik maar zeggen. He? Zo goed als je foto's hebt waar je dan van hele dure fotografen, dan wordt het negatief, dat wordt in 16 stukjes geknipt, zodat je het bewijs hebt dat ze niet meer afdrukken kunnen maken. Wat een weerzinwekkende onzin is dat. He? De originaliteit van het kunstproduct, wat een flauwekul. Het leuke van een foto is namelijk dat die onbeperkt reproduceerbaar is. Hè? Van het negatief kun je eindeloos veel afdrukken maken. Ik weet niet of het eindeloos zijn, maar in ieder geval heel erg veel. En meer dan die 16 kunstdrukken die ze dan vervaardigd hebben. Stuitend vind ik dat. Om nog maar te zwijgen over de onderhoudskosten, hè, bij dit soort dure auto's. Ja, ook dat is natuurlijk ontzettend duur, maar dat kan natuurlijk de mensen die dingen kopen helemaal niks schelen, want als je een Ferrari koopt, behalve misschien als je een echte liefhebber bent van edele producten, dan is dat natuurlijk voornamelijk een status aankoop. Je zegt tegen mensen van, want die dingen maken een ongelofelijke tering, hè? En zoals je weet is dat... Sommige zijn echt mooi om te zien, dat wil ik grif toegeven, maar ik heb een veel grotere bewondering voor hele simpele auto's, die toch beantwoorden aan alle redelijke eisen die je aan een auto kunt stellen en die zo goedkoop mogelijk zijn, dan als wij met z'n tweeën een lollig ontwerp gaan maken, de mogelijkheden zijn onbeperkt, het ding mag €500.000 kosten. Dan kunnen wij ook een ontzettend leuke originele auto maken. Ik heb ook altijd gedacht dat die Nederlandse spijker, dat een groot gigantisch witwasproject was. Dat kan ik niet bewijzen natuurlijk, maar dat leek me pure flauwekul eerlijk gezegd. Mijn bewondering is voor simpele auto's. Ik heb altijd gehoopt dat er nog eens iemand zo'n, maar nu dan met de moderne veiligheidseisen die aan auto's noodzakelijkerwijze gesteld worden, nog eens zo'n extreem simpel ontwerp zou maken. He, waarbij je echt ervan uitgaat, het moet zo eenvoudig mogelijk. Het hoeft ook niet modieus te zijn. Wat versta je onder eenvoudig? Simpel.
En dus niet, ik kan maar zeggen, ook dashboard ook. Ik moet je zeggen, ik vind dat dashboard van die Tesla met niks. Met alleen dat enorme iPad ding wat erin zit. Dat vind ik prachtig om te zien. Vind je dat simpel? Ja, dat vind ik. Ja, god, in dit geval is dat niet zo simpel natuurlijk. Maar die kant zou het toch op moeten. Oké. Okay. Maar wat spreek je daar dan in aan? Het idee dat het simpeler moet kunnen. Dat de auto eigenlijk, naar mijn idee, veel te veel een, hoe zal ik dat nou zeggen, een statusobject is natuurlijk geworden. Maar ook eigenlijk een modieus artikel. He, want ja, je weet dat sommige auto's zijn ineens in de mode, worden ze op grote schaal verkocht. En dan raken ze weer, dan is weer een andere auto, raakt dan in de mode. En ik heb natuurlijk ook wel bezwaar tegen al die verschillende rare types die we gekregen hebben. Zoals? Nou, die SUV's, dat vind ik wel een beetje rare auto's. Ja, maar dan is de Tesla is toch ook wel een auto waarmee mensen voor de dag willen komen? Nou, met de Tesla 3 niet meer. Die is ook op zulke schaal geproduceerd en verkocht dat je niet kunt zeggen van nee. Wat is dat deftig. Maar toen je er net was het anders. Hè? Als je dan een Tesla had, ja, dan was je zeker, de man. Maar omdat die grote Tesla ook natuurlijk ook reet en duur was. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ik moet zeggen dat ik ben er vast van overtuigd dat de Tesla 3, dat ook een echte klassieker zal worden over 20, 30, 40 jaar. Omdat daar toch, terwijl ik die Elon Musk is een halve rare, maar die Tesla 3 laat toch zien dat je voor een redelijke prijs, nogmaals, het kan naar mijn idee stukken goedkoper, een redelijke prijs een fantastische elektrische auto kunt bouwen. Die er bovendien elegant uitziet. Ja. Want die grote Tesla is te groot. Bedoel je die grote met die deur die zo opklappen naar de buitenkant? Ja, en ik begreep dat er nu ook van die Tesla 3 een variant is met zo'n hoge rug. Hè, ja. Zo'n bochelauto, zal ik maar zeggen. Die vond ik er niet erg geslaagd, wat ik ervan gezien heb. Maar de Tesla 3 is een hele elegante auto. Hmm. Als ik geen vrees had gehad voor het feit dat ik, nadat ik terug was gekeerd uit Stadskanaal, dan nog een half uur de buurt moest rondrijden op zoek naar een laadpaal, dan had ik zeker een elektrische auto gekocht. Maar ik vind het nu nog gewoon niet meer praktisch. Ja, en moet natuurlijk ook je footprint niet. Die moet natuurlijk wel lekker groot blijven. Je moet niet. Ja, op het punt van het footprint heb ik het opgegeven. Het is niet anders. Maar als ik mijn hele leven nu nog moet inrichten naar minimale ecologische voetafdruk, dan. Ik heb het ook al eens uit de doeken gedaan. De verwarming staat bij ons permanent op 20. Ik hou er niet van om dan dat koude zeil. Je moet s'nacht je bed uit en dan is het koud in je huis, vreselijk. Dus ik stook er gewoon lekker door. Bovendien wil ik, ja, het is natuurlijk hypocriet gelul, dat weet ik ook wel. Maar er wordt veel te veel gesuggereerd dat als alle, laten we zeggen, individuele consumenten nu zeg maar braaf gedragen, dan komt het wel goed. Maar de grote vervuilers, dat is de industrie. Dat is de grote industrie. Dat zijn de grote vervuilers. Die moet je aanpakken. Tata Steel. Nou, bijvoorbeeld Tata Steel, die geloof ik in zijn eentje al verantwoordelijk is voor, wat was het, 15-20% van de totale luchtvervuiling in Nederland. Daarbij vergeleken ben ik met mijn 20 graden in 's nachts ben ik in een kleine prutser. Ik geef toe dat het is niet een erg overtuigende redenering, maar ik blijf erbij. Ja, in mijn eigen wijsheid blijf ik erbij dat ik geen zin heb om 's nachts ijskoud uit mijn bed te moeten. Nee, het lijkt me ook wel lekker. Maar jij doet het niet. Nee, het huis is goed geïsoleerd, dus ik heb daar nooit last van. Ah, ik heb niet als ik opsta dat ik denk, wat is het koud? Nee, maar jij woont toch in een appartement. Ja. Dus dan heb je boven- en onderburen. Ja. Die betalen voor een belangrijk gedeelte jouw verwarming natuurlijk. Het hele gebouw is in principe warm. En dat betekent dat alle units die daarin zitten, relatief alle soort van startwarmte hebben. Ja. In die zin zijn natuurlijk rijtjeshuizen ook weer wat voordeliger dan een eenzaam gelegen villa. Die tussen de kreunende dennenbomen staat in de wind. Die zal nog wel iets meer energie gebruiken. Ja. Ik kan natuurlijk ook mijn huis perfect laten isoleren, maar ik moet je zeggen, ook dat, daar zie ik zo tegenop, dat ga ik aan me niet doen.
Bovendien is isolatiemateriaal nu niet alleen heel duur, maar ook lastig te krijgen. Ja, ik begreep dat Jan en Alleman nu zijn huis laat isoleren in verband met de plotseling geëxplodeerde gasprijzen. Dan hebben we de conversatie rondgekregen, de plotseling geëxploderende gasprijzen. Dus ik wil wel even afwachten of dat nou dus de piekprijzen, nou, daar hebben we het over gehad. Hoef ik niet nog eens een keer te zeggen. Dus dan hebben we de eend gehad. Ik zou zeggen, zeker ook gezien het feit dat zoveel mensen schrijven dat ze dat auto-onderwerp waardeloos vinden. Ja. Er is wel een tegenbeweging gekomen van mensen die zeiden, ja, jullie moeten doorgaan, want het is wel interessant en ik vind het, ik kan niet wachten tot er weer een nieuwe aflevering komt. Ah. Ja, nou ja, we kunnen misschien toch nog enige aandacht besteden aan de, zeg maar, de, wat we nu besproken hebben, zei dat we nog één auto te gaan hebben op dit punt, dat namelijk is de Engelse Mini. Die eigenlijk zich vrij onverwacht ontpopte, ook tot een betrekkelijk simpel autootje voor de massa's. We zullen volgende keer zien hoe dat ding tot stand is gekomen. Dat is wel een curieus verhaal eigenlijk. Maar goed, dat zijn allemaal auto's dus in die initiële fase. En als die initiële fase voorbij is, komt er een nieuwe fase. En wat natuurlijk ook interessant is, is dat in feite al dat bijvoorbeeld het Volkswagen-ontwerp bleek in de jaren 60 totaal verouderd te zijn. Het hele idee van motor achterin en van die pendelassen, dat kon echt helemaal niet meer. En dan krijg je dus een hele nieuwe generatie auto's met de motor voorin, maar dwars geplaatst voorin. Wat aanvankelijk een lastig technisch probleem was om op te lossen. Daarvoor is die Mini volgende week een nuttige introductie. Want dat was een van de allereerste auto's die zijn motor dwars voorin had. Al moeten we bekennen dat het motortje van de Trabant, het bekende luchtgekoelde tweecilinder tweetakmotortje, of een minimotortje, dat in feite ook dwars gemonteerd was voorin. Het is wel lollig om te weten, maar dat was zo'n andere technologie, dat we gaan ons er verder niet in verdiepen. Maar dus de Mini was de eerste waar een watergekoelde viercilinder motor dwars voorin werd gemonteerd, om de afmetingen zo klein mogelijk te houden. Ja. En daarover volgende week meer? Daar gaan we volgende week nog even op in. Dan hebben we de hele eerste generatie hebben we gehad. En dan zouden we eventueel aandacht kunnen besteden aan de toch totaal anders in elkaar zittende tweede generatie. Zeg maar de generatie van de Golf en vergelijkbare voertuigen. Ja. Eens even kijken wat we nog binnenkrijgen. Dit bewaar ik eventjes, want dit zijn allemaal vragen die gaan over China. En dat onderwerp, dat gaan we nog doen. Ah, China, ja. Ik las steeds in de krant hoe verschrikkelijk gevaarlijk China is. En dat ze allemaal vliegtuigen door het luchtruim van Taiwan hebben laten vliegen enzovoort. Ik wil graag toch, terecht of niet, de luisteraars uitleggen dat die gevaren enorm overdreven worden. Oké. China gaat Taiwan niet aanvallen. China kijkt wel linkeruit. Die risico's zouden absurd groot zijn. En wat valt er mee te winnen? Wat gebeurt is intimidatie. Hetzelfde soort van intimidatie wat Poetin ook doet. Die stuurt af en toe zo'n houtje-touwtje bommenwerper over West-Europa. Voor intimidatiedoeleinden. Ja. En wat is er simpeler dan zo'n straaljager even over Taiwan te laten vliegen? Ik geloof zelfs niet eens over Taiwan, maar in de buurt van Taiwan. Ja. Dus ja, nogmaals, laten mensen zich daar nou niet ongerust door laten maken door al die geopolitieke speculaties. Okay, daar komt komt voorlopig geen Chinese aanval op Taiwan. Nee. En over de opkomst en dergelijke van China hebben we al gezegd, gaan we doen na de... Ja, dat wil ik graag uitleggen, omdat het een heel interessant proces is. Ja. En wat kun je bovendien vergelijken natuurlijk met de neergang van de Sovjet-Unie. Niet waar, het zijn beide communistische staten waar de economie eigenlijk volledig vast was gelopen. Beide hebben geprobeerd om dat systeem te hervormen. En dat is in China een gigantisch succes geworden door het simpele feit dat het met communisme totaal niets meer te maken heeft, maar een kapitalistisch systeem is met een soort van communistische winterjas aan. Ik doe even wat vragen die gewoon losstaan van alle onderwerpen. Dit is Matthijs. Beste Maarten, hoe vind jij dat het geschiedenisonderwijs is geregeld in Nederland?
Ik heb het zelf altijd vreemd gevonden dat ik uitgebreid les kreeg over Tutankhamon, maar geen woord over Alexander de Grote of Genghis Khan. Ja, dat ligt een beetje aan de leraar die dat onderwijs heeft gegeven natuurlijk. Omdat Tutankhamon is een jong overleden farao. Die wij eigenlijk alleen maar kennen omdat hij een van de weinige farao-graven had. Want hij heeft het ook niet meer die niet geplunderd waren. En ontdekt zijn in volle glorie, wat een spectaculair moment is in de geschiedenis van de archeologie. Ja, en als die leraar niks gezegd heeft over Alexander de Grote en Genghis Khan, dat is vrij suf van die leraar, als vraag ik mij af. Ja, op zichzelf is de hele vraag, hoe zou je geschiedenis het beste moeten en kunnen onderwijzen? Heb je al eens iets over verteld, hè? Ja, dat is een heel lastig vraagstuk. Ik zelf heb les gekregen volgens de zogenaamde semi-concentrische methode. Dat betekent dat je in de eerste klas van de middelbare school begint met Sumerië. Nou ja, zeg maar het oude Midden-Oosten. De uitvinding van het schrift. De introductie van de landbouw. Overigens werd daar ook niet zo verschrikkelijk veel over gezegd. De menselijke geschiedenis kent twee gigantische revoluties. Wij waren van oorsprong natuurlijk in relatief kleine groepen levende jagers, verzamelaars op de Oost-Afrikaanse savanne. En op een gegeven moment hebben wij in sommige regionen over stap voor stap, een langzaam proces, hebben we de landbouw uitgevonden. Het is ook heel interessant dat de landbouw op bijna 5 verschillende plaatsen op deze planeet onafhankelijk van de andere gebieden is uitgevonden. Dat is revolutie 1. De landbouw is zo'n 14.000 jaar geleden is die uitgevonden. Ja, kun je spreken van een revolutie. Dat is een proces wat feite duizenden jaren geduurd heeft. En ja, de tweede grote revolutie is natuurlijk de industriële revolutie. Dat heeft ons gemaakt tot wat we op dit moment zijn. En tegelijkertijd de problemen veroorzaakt waar we op dit moment in de wereld mee worstelen. Want dat we plotseling natuurlijk, dat we aan het begin van de vorige eeuw nog geen 2 miljard mensen hadden en nu dik op weg zijn wat zal het nu zijn, 8, 9, 10 of zo. Het zal ergens aftoppen in de loop van deze eeuw, dat wel. Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat we allerlei uitvindingen hebben gedaan, waardoor veel meer mensen in leven blijven. Hey, daar heb je Adolf.